soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay, and I don't want to hang up my rock and roll shoes. Well, I get the funny feeling every time I hear the blues. Rock and roll in Nederland. Het bestaat nog. En wilt u het eens ontmoeten, ga dan naar dit café in Amsterdam. Het Rock'n'Roll Café van Co Hoogwoud. Dit is de stamkroeg van de Vetkuiven en de Petticoats. Dus ook van de Bobcats. Een groep Amsterdamse jongens en meisjes van zo rond de 20 jaar. De Bobcats. Een stel vrienden en vriendinnen die, zoals ze zelf zeggen, leven als in de jaren 50 met de voordelen van deze tijd. Het is een stel rockers in hart en nieren. En praat niet met ze over hun rock'n'roll als een hobby. Dat wordt u niet in dank afgenomen. Het is meer. U zult het merken. We laten u kennis maken met een stel aparte mensen die opvallen door hun eigenzinnige levenswijze. Onze eerste vraag, hoe kom je bij de Bobcats? Nou, daar moet je er ook over zijn. Er zijn geen stelregels waar je zegt, je moet die proef afleggen of zo om bij de Bobcats te komen. Je bent het of je bent het niet. Er zijn mensen die komen binnenlopen en er wordt van gezegd, daar komt de Bobcat binnen. En anderen die willen er absoluut bij komen en die maken het gewoon niet. Waarom zijn jullie ook een Bobcat? Muziekstijl is je gewoon. Als je echt rocker bent en... Rock'n'roll zit alles. In rock'n'roll zit alles. Swingt. Alles wat ze tegenwoordig uitbrengen, dat is gewoon regelrecht afgeleid van wat is geweest. Dus pure muziek waarin je uit kan leven. En waarin je jezelf kan zijn, omdat je je zo voelt. Wat doen jullie in de weekenden? Wij gaan ook uit, maar wij gaan speciaal uit. Wij gaan in stijl uit. Wij hebben bepaalde tentjes waar we heen kunnen. Wij kunnen dus niet overal natuurlijk heen. Maar die tenten waar we heen gaan, dat is ook echt rock'n'roll. En daarin vinden wij ons vermaak. Het Rocking Ball House in Utrecht. Een jeugdcentrum waar tot voor kort alleen maar disco gedraaid werd. Sinds een paar maanden is dit jeugdcentrum gespecialiseerd in rock'n'roll. En dus een aantrekkelijk uitgaanscentrum voor de Amsterdamse Bobcats. Want in Amsterdam zijn ze eigenlijk alleen maar welkom in het café van Co Hoogwoud. Een echte rock'n'roll club bestaat er niet in Amsterdam. Yeah.
probeert je kleding zoveel mogelijk aan te passen naar het tenminste. Je werk kan moeilijk je stijl beïnvloeden. Je hebt dag en nacht je kuiving, in ieder geval. Als je naar je werk gaat, altijd op je leren jekken. Je moet zorgen dat je er als rocker uit blijft zien en dat je blijft van je levensstijl volgen. Ja, weekend ga je natuurlijk netter uit als normaal. Door de maar dat was in de vijfde jaar ook zo. Ja, tuurlijk. Geeft dit problemen? Ja. Nee. Dus kijk, ik heb nu dan wel een baan, maar je wordt heel gauw word je niet aangenomen omdat je... Mensen denken dus als je in andere kleding loopt dat je ook anders denkt dan normaal. Nou, laten we zeggen dan andere mensen. Kijk, ze denken dat als jij in rock'n'roll kleding loopt, dat jij helemaal erbuiten valt met waar normale mensen het overdag over hebben. Dus je zegt, er wordt al gauw gezegd van nou, we nemen je liever niet aan, want je past gewoon niet in de groep, heb ik zo'n idee van. En qua kleding en qua manier van doen en laten, dat je niet mee kan praten met waar de mensen van alledaagse dingen over hebben. Aan haar baas te vragen of hij geen problemen heeft met de jaren 50 stijl. Geen enkel probleem, moet ik zeggen. Ik heb het zelf bijzonder op prijs gesteld door een dame bij ons in bedrijven die een leuke rok draagt. Een tijd die voor mij een beetje nostalgie oproept. Een periode die ik zelf zeer goed herken in de jaren 55, 60, dat ik mijn eigen vrouw leerde kennen. En dat we in diezelfde periode op een gegeven moment mijn vrouw kende als iemand met petticoats. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik vind het een vrolijk gezicht. Ik zie het in een bedrijf die... rustig rondwandelt, ja, bijzonder goede zaak. Ik zeg, nou ja, goed, het heeft zich gewoon gelukkig, want die man die kan tenminste normaal denken. Hoe kom je aan je kleding? Kopen. Je moet naar een flauwe markt gaan. Er zijn hele speciale, kleine, aparte winkels. Dus je zou iemand echt goed zoeken. Lagen. 70 kilometer van Amsterdam. Een van de weinige ontmoetingsplaatsen voor rockers. Overigens een reis met hindernissen, want zo'n karavaan van oude auto's is een geliefd object voor de politie. Maar hun oldtimers zijn hun trots en dus zijn ze perfect onderhouden. Zo, deze agenten weten dus nu ook wat rock'n'roll is. Door naar Monster voor een optreden van hun eigen groep, Mr. Big Feet en de Donuts.
Zeker de zin van de maatschappij afgezonderd. Ze lopen hier met de kudde bij met disco en zo. Rockers die hebben zich ook een zeker zin afgezonderd, maar die vinden van zichzelf dat ze het in stijl doen. Ze inderdaad nette kleren dragen, ja, netjes en zo. We doen wat meer met stijl. Voor onze gevoelens. Men zegt wel eens in het algemeen vetkuiven, dat zijn mensen die zonder werk zitten, dat zijn mensen uitschot van de maatschappij. Ja, dat schiet ze allemaal over één kam, hè? Nee, ja, ze zeggen zo vuil in deze wereld. Ik bedoel, dat wordt ik ben dus zelf ook, laten we maar zeggen, rock'n'roll bewust, om het zo maar te zeggen. En ik ben 35 jaar en ik ben buschauffeur in Amsterdam. Ik heb mijn hele leven gewerkt, vanaf mijn 14 jaar. Dus ik bedoel, dat is allemaal zwaar gelul van die mensen. Ik denk dat als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde, komen wij er goed vanaf. Ja, heel goed. Ja. Als je nu naar de tegenwoordige jeugd die nu van school afkomen, dat ze bij ze spreken 1 of 2 jaar zonder werk lopen. Gewoon omdat er geen werk te krijgen is. Ik bedoel alleen deze jongens die hier allemaal zitten, voor zover ik ze allemaal ken. Hebben allemaal een job. Dag in dag uit leven met kuif en petticoat. De jaren 50 in de jaren 80. Wat de Amsterdamse Bobcats betreft, zal de rock'n'roll nooit sterven. Ik wou dit op de slaat zetten. Doe er nou Cats like? Bobcats!